In Brokopondo heeft de Surinaamse waterleidingmaatschappij na weken van inzet, geduld en moeite over een afstand van ruim 20 kilometer aan leidingen in de eerste week van april het dorp Nieuw Koffiekamp bereikt. In Boskondre of Weersranang, water naar morgen belangrijk zijn. Van alles. Koken, baden, drinkwater. Ja? Dus water naar alles aan in Alibidjouan Libishma. Zonder water, min afvaya. Als ik mijn water dan me overleef. Want als ik niet kan, dan kan ik water drinken, maar heb zade. Van de hoofdtransportbuis die loopt van Brownsweg naar Assigrong is door de SWM een doorsteek gemaakt naar het dorp Nieuw Koffiekamp ter hoogte van kilometer 106. Door deze operatie hebben de ruim 500 huishoudens in Nieuw Koffiekamp voor het eerst in de geschiedenis van dit dorp aansluiting gevonden op het waterleidingnet van de SWM. Het werk dat voorzet is, we hebben die 160 mm leiding gespuit. Die loopt van Birudumato naar Assigrong, maar op de hoek van de Nieuw Koffiekamp. Daar hebben we hem gekapt om zodoende dat water naar hier toe te douwen. Dit is die 160 mm, dat gaat om 8,2 kilometer aan leiding, netwerk die we gespuit hebben. En van Nieuw Koffiekamp op de hoek, hoek Bronsweg, naar het dorp Nieuw Koffiekamp zelf. Daar hebben we 12 kilometer aan 110 mm in duim omgezet, we komen op een 4 duim, gespuit. Dat komt totaal op 20,2 kilometer aan leidingen. SWM-coördinator Brokopondo, Stekkel, geeft de verzekering dat het water in Brownsweg en Nieuw Koffiekamp voldoet aan de veiligheidsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. We hebben het filtersysteem van ons geupgraded. Met die constellatie die er heerste dat er niet gefilterd werd, die hebben we bijgesteld, om het zo te zeggen. We hebben een nieuwe filter in bedrijf genomen. Die volgens de WHO-standaarden of normen, of die aan de WHO-normen voldoen. En we doen niet onder voor buitenlandse bedrijven, omdat we goed, gezond en betrouwbaar drinkwater leveren. Is het water goed en betrouwbaar? Het water is goed en betrouwbaar. U heeft in de media mogen vernemen dat ook BOG met de SWM monster heeft getrokken in de BOG. BOG heeft gezegd dat het waterafvalstation is goed. Maar in het netwerk hebben ze wat colibacteriën aangetroffen, maar dat komt door buisbreuken die niet zijn gerapporteerd aan de SWM. Vanuit de SWM zijn er afspraken gemaakt met de lokale mensen, in dit geval ook met een basha van Nieuw Koffiekamp. En die heeft ons beloofd dat hij erop gaat toezien dat zodra er iets gebeurt in het netwerk, één op één, in contract niet met de SWM, dat we snel daar kunnen zijn om ook die situaties uit de wereld te helpen en de lekken te herstellen. Samen staan we altijd sterk. De SWM en de gemeenschap gaat altijd ervoor zorgen dat de gemeenschap een betere voorziening krijgt. Dus daar zitten we op. Je roept dan tot orde wel. Want in deze kom voor takanga ding omtrent water. Voor de moest gebruiken water voor secte en zuinig. Voor lekkage en onconventie. Zolang we lekkage deden, dan snader aan dienst doende. Ik ben een bedrijfsleider. Ik ben een water. Ik ben een leiding voor water. Ik moet vermorsen. Alle mensen die water krijgen vanuit de SWM moeten erop toezien dat ze dat water niet vermorsen. Laat die kraan niet nutteloos open. Want als je hem open laat, stroomt hij gewoon in de trends. En je betaalt ervoor in het binnenland. Wordt er niet, nog vooralsnog dan wordt er niet betaald voor water. Maar als ze ook die kranen open laten en lekkages blijven, gaat het water gewoon worden weggeloosd, terwijl een andere gebruiker, dan wel bewoner van hetzelfde dorp, dat water kan gebruiken, omdat het niet uitstroomt. Het blijft in het systeem en iemand anders kan ermee gebruiken. Dus ieder moet heel spaarzaam omgaan met water. Water is het witte goud van de wereld. SWM is in beweging in Brokopondo. Het zal niet lang meer duren. Of alle huizen in het district van Gouden Energie hebben 24/7 ook de beschikking over veilig en gezond drinkwater. Gosonto dringiwatra, giwi ala insranang.